Je doet de laatste tijd zo je best. En hoe meer je je best doet, hoe meer je het gevoel krijgt dat je vooruit gaat, dat het de vorm niet krijgt dat je beoogt. Je hebt dus een doel, een focus en het wil maar niet lukken. En je hebt al overal raad gaan vragen en van alles gelezen erover en toch gaat het niet vooruit. Je zit dus vast. Weet je waar je vast zit? In je focus. En het is een modeverschijnsel. Je moet je focussen. Maar je focus kan zo gefocust zijn dat je vast zit, dat je in de stroom niet zit. Dat je het grote beeld niet ziet. En wat gebeurt er dan? Je bent niet meer flexibel. Jij verandert elke dag. De mensen veranderen elke dag. De wereld verandert elke dag. En als jij je zo vast focust, dan zit je in de stroom niet. Het kan dat ook niet lukken. Dus dan had ik al heel vroeg door in mijn leven. Dus continu dingen herzien en zo. En dan zie je het grote beeld. Dan zie je de mensen rondom jou. Want veel mensen die zich zo focussen, zowel in business of sport of hobby's, zo focussen, verwaarlozen hun gezin, kinderen, partner, noem maar op, familie, vrienden. Ze zien ook niet wat er gebeurt met de mensen rondom zich. Ze zien het grote beeld niet. Ze zijn zo gefocust en ze zitten vast in die focus. En omdat dat zo belangrijk is, begin ik dit cursusseizoen met een webinar. Focus plus flexibiliteit is succes. Woensdag 5 september van 8 tot 9:30. Webinar. Succes is focus en flexibiliteit. Tot woensdag.